Oh, het gaat wel een beetje achteruit nu. Oei, 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 oei. Kom op, jongens. We moeten geld verdienen. Kom op. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Er is iets in het menu van dit spel wat ik nog weinig heb aangeraakt. Waar ik nog nauwelijks naar heb gekeken. Dat is de carrière-modus. En de carrière-modus, de campagne-modus, is natuurlijk ook gewoon onderdeel van het spel. Ik heb het ooit wel eens gespeeld. Ik heb het ook wel eens ooit opgenomen op mijn kanaal. En je ziet ook dat ik 7 van de 66 sterren heb gehaald in totaal. Er zijn nog 3 achievements die ik moet halen voor dit spel. En daar heb ik alle achievements gehaald. En dat is dus dat ik 20.000 van mijn loon moet terugbetalen. En ik moet dus King Coaster, of Coaster King, hoe je hem wil noemen, die moet ik vrij spelen. En daarvoor moet ik dus hier level 5 zijn. Nou ja, je kan levelen door gewoon sterren te halen. Ik ben nu nog maar 3, dus ik denk dat we dat heel snel omhoog kunnen gooien. Laten we eens beginnen met Prinses Emily's Fairy Tale. Is staat ook op easy, dus ja, nou ja, die sterren halen zal waarschijnlijk hopelijk ook wat makkelijker gaan dan de hogere levels. En dan weet ik niet of Coaster King dan gelijk onder een moeilijk level valt. Dat zou nog best kunnen, aangezien je level 5 ervoor moet nodig hebben. We gaan eens kijken. This tree is the heart of the world. Deze boom is eigenlijk het hart van de wereld. Kan je moeder natuur respecteren en een vriendelijk themapark rondom de boom maken? Of ga je dingen verkopen voor geld? Dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. Ik vind het er wel heel gaaf uitzien. Althans, die wegen hier zo, die leiden gewoon helemaal naar niks. En dat vind ik gewoon een beetje zonde. Waarschijnlijk zijn dat gewoon, ja, hoort dat natuurlijk bij de map. Want het ziet er heel vrolijk uit. Maar dit soort dingen, ja, je sluit het aan, maar dat is zonde. Dat moet gewoon even weghalen. Dus om gewoon, kijk, dit kan ik gewoon gebruiken voor uitbreiding. Daar hoef ik niet die paden voor te. En ik krijg er geld voor terug. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi meegenomen. Dus hier, dit halen we ook even weg. Nou ja, ik laat een gedeelte van het pad, laat ik misschien wel staan. Dan kunnen we later dat nog even verbreden. Want we moeten natuurlijk een grote pretpark ervan maken. En dan is het zonde om dat niet met elkaar te verbinden. Hier kan ik eventueel een draaimolen inzetten. Dan zou ik natuurlijk wel het terrein een beetje kunnen ophogen. Maar ik ben bang dat dat heel veel geld kost. Want ik werk natuurlijk nu met geld. En dat is natuurlijk ja, wel fijn op zich. Dat heeft wel een voordeel. Alleen het kost natuurlijk wel veel geld altijd om dingen op te hogen. Het valt nu best wel redelijk mee. Laat ik even kijken welke attracties we hebben. Want volgens mij hebben we er maar eentje. En dat is deze. Dat is met die heks. Dat is gewoon een soort van, ja, van die arresleetjes. En die gaan er omhoog en omlaag. Even kijken wat we in de verte hebben. Ik zie daar dan die grote boom. Daar zien we dan een klein een gebouwtje ingemaakt. Gewoon met 2 van die raampjes. Leuk gedaan. Je kan helemaal om de boom heen lopen. En voor de rest is er geloof ik geen andere attractie te vinden in het park. Kan ik de ingang ook een beetje aanpassen qua bedrag, qua geld? Ja, we kunnen geld instellen. Ik vraag gewoon 5 euro. En voor familie per kind ook gewoon 5 euro. Ja, de mensen moeten natuurlijk wel geld betalen om hier in het park te komen. Laat ik eerst even een attractie bouwen. Ik zie dat ik in ieder geval geen draaimolen tot beschikking heb. Dat is jammer. Want die zijn vaak wat kleiner, hè, wat kleinschaliger. Ik kan wel van die draaiende attracties erbij zetten. Deze kan ik wel daar neerzetten natuurlijk. Zo, en dan doen we natuurlijk even een ingang en een uitgang. Nou, die uitgang kan ik heel sneaky hier zo onder plaatsen. En dan kunnen we even een pad verbinden met de hoofdpad. Nou ja, dat kan een beetje kronkelend natuurlijk, zo. En voilà. En dan moet ik dat pad natuurlijk ook een beetje aankleden. Het is voor mij sowieso heel erg wennen om natuurlijk gewoon geld te vragen per attractie. Want je kan dat gewoon allemaal instellen natuurlijk. En dan hoop ik, ik vind het ook heel mooi gedaan. Ik denk als ik het donker maak, dan wil ik even zien hoe dat eruit ziet. Dan denk ik, kijk eens even, dat ziet er wel heel gaaf uit met al die lampjes. Wauw, moet je kijken. Dat is heel vet gedaan. Ik denk dat het heel belangrijk is als we zo'n park opstarten, dat we ook gewoon winkeltjes moeten neerzetten. Dat mensen ook gewoon drinken kunnen kopen, ze kunnen naar de wc. Een beetje de standaard dingetjes. Alleen, ik vind het wel heel erg dat je helemaal moet omlopen om die berg heen. Of om die berg, het is eigenlijk, ja, het is een rots, maar het is natuurlijk een hele grote boom. Dat we eigenlijk hier al gewoon dingen moeten gaan bouwen. Want ik vind wel dat de gasten echt ontzettend veel moeten omlopen. Ik ga trouwens de grafische instellingen wat aanpassen, want dat kan nu ook gewoon. Nou, ik zie dat de mensen al gelijk dingen gaan bestellen zodra ik winkeltjes heb neergezet. Dus daar moeten we er ook voor zorgen. Het is echt op een hele andere manier dit spel spelen. Dus we moeten er ook voor zorgen dat mensen ook gewoon lekker gaan zitten. Dus ik zal dit pad een beetje gaan verbreden.
En dat is alleen maar positief, want dan kunnen we namelijk wat hele leuke dingen doen. Even kijken hoor. Kunnen we namelijk werken met die soort van, ja, hoe zeg je dat? Gewoon met die bankjes, weet je wel. Zo, even dit weghalen, want dat pad, dat, ik weet niet waar dat vandaan komt, maar het sluit helemaal nergens op aan. Zo, en die sluiten we dan aan met dit pad, zo. Dan is dit de uitbreiding en in die uitbreiding zetten we dan wat van die bankjes. Kan ik gewoon een beetje verspreiden, dat de mensen lekker kunnen gaan zitten dadelijk. Daar nog eentje. Ik denk dat ze er gewoon wel omheen lopen. En dan doen we hier ook nog een paar van die bankjes aan. Zo, dan hebben ze genoeg om lekker te zitten. Prullenbakjes aan de hoekjes. Kijk, ze gaan al lekker een beetje chillen. En als ze gaan chillen, dan is het geen probleem. Toch? Ik vind van niet. Oh, leuk die gezinnetjes die gewoon nu al lekker komen zitten. Je hoeft niet per se wat te eten te halen, maar je kan gewoon lekker chillen. Ik kan er ook eentje in de midden zetten, maar dat is een beetje stom. Zo, hier nog een paar van die bankjes. Het wordt al heel gezellig. Kijk eens even. Mensen bestellen al lekker eten en drinken. En ik denk dat ik ook de prijzen hier een beetje van moet instellen. Kunnen wij überhaupt... Ja, er staat al een prijs ingesteld. Nou, dan reken ik erop dat het gewoon allemaal goed komt. Ik heb in ieder geval wel weinig geld. 2500 is niet superveel. Ik heb inmiddels ondertussen al wat personeelsleden aangenomen. Dus zo, ik zal dat pad ook eens een beetje gaan uitbreiden. Zo, dat je gewoon hier naar beneden gaat. Even een trappetje. Oh, zo kan het ook misschien. Ja, dat kan ook wel. Dat je eerst een beetje naar... Ja, ik vind dat altijd zo... Ik vind het er niet heel mooi uitzien. Maar als de bezoekers maar gewoon op een snellere manier hier gewoon bij het park komen. Want hierachter ben ik het een beetje allemaal aan het bouwen. Maar misschien is het handig om ook de attracties een beetje te verspreiden. Ik zie ook wat lampjes. Die kan ik in principe weghalen, want dan krijg ik ook wel weer geld door. Want ze zei ook al in de instructies van ja, kies je ervoor om dingen gewoon weg te halen, dingen te slopen. Of ga je ook nog gewoon, ja, gewoon dingen behouden, zeg maar. Nou ja, ik vind het heel fijn om dingen gewoon, zeg maar, te verkopen. Want het wordt allemaal wat overzichtelijker. Want er zijn zoveel van die kleine paden. De ene pad gaat daar naartoe en de andere gaat daar weer heen. Dat maakt het wel een beetje onoverzichtelijk. Maar je ziet dus dat de mensen ook hier naartoe kunnen. Dat we echt gewoon uitbreidingsmogelijkheden hebben. Misschien is het leuk om hier gewoon een attractie te plaatsen. Niet een al te dure. Dus dan moet ik inderdaad niet gelijk kijken naar de achtbanen. Misschien gewoon naar een ja, theekopje is ook leuk. Deze vind ik ook wel heel gaaf. Het is niet echt een attractie die ik heel snel zou plaatsen in een park. Wacht even, we hebben natuurlijk ook Horror Heights. Dat is die nieuwe attractie die vrije val erop. En ik denk dat die vrij populair gaat zijn. Hoort bij de nieuwe studiospec, dus waarom ook niet. Dan gaan we die eens even netjes neerzetten. Dat we denken van, nou, volgens mij gaan er best wel aardig wat bezoekers op afkomen dadelijk. Even een pad selecteren natuurlijk. Dat ziet er heel vreemd uit dat die een beetje breed loopt. En dan doen we ook nog een ingang en die mag wel wat langer worden. En het zou leuk zijn als we die dan aansluiten met dit pad. Of dat we dit gewoon weghalen zo en dat we hem aansluiten met daar. Nou ja, wat voor ingang wil ik maken? Ik denk niet al te lang. Ik denk dat dat overdreven is. Want dan moeten de mensen heel lang wachten en dan gaan ze zich misschien wel vervelen. Dat willen we eigenlijk voorkomen. Dus even kijken, als ik dit nou gewoon aansluit met hier zo. Dat zou natuurlijk heel gaaf zijn. Gaat dat lukken? Juist. Kijk, dan is dit een beetje het pleintje waar je dan binnenkomt. En dan ga ik hem gelijk openen en dan kunnen mensen dadelijk gelijk erin. De ticketprijs, misschien wel gewoon 10. Ik denk misschien $10. Ik wil het proberen. Ik weet niet wat de mensen, wat ze reageren op zo'n prijs als dat. Trouwens laat ik dit ook niet vergeten, een staff building. Dat, we hebben natuurlijk ook gewoon mensen die werknemers. Die moeten natuurlijk ook gewoon eventjes kunnen chillen in een staff building. Dus vandaar plaats ik hem eventjes. Moet ik hem ook openen? Nee, hij staat automatisch al geopend. Het is hier lekker druk. Moet je kijken. Een hoop mensen. Natuurlijk, logisch. Hier zijn de attracties. En waarom wordt deze nog niet zo goed bezocht? Althans, hij wordt redelijk bezocht. Maar deze attractie is wel een soort van populairder. Misschien moet ik hem gewoon met 50 cent duurder maken. Want het is gewoon dikke handel. Ik heb nog maar 200 over. Oh jee, wat doen we verkeerd? Parkmanagement. 1000 eraf. Misschien moet ik wel wat minder staf aannemen. Heb ik ook een lijst van wie er allemaal werken? Even kijken. Oeh, best wel veel mensen eigenlijk zie ik nu. Ja, misschien moet ik een paar ontslaan. Zo. Want dit gaat natuurlijk niet langer. Want er werken veel te veel mensen en dat kost me gewoon veel te veel geld. Dus ik kan beter gewoon opnieuw beginnen. En dan gewoon los eventjes apart alles aannemen. Want dit is onoverzichtelijk en dat hebben we allemaal niet nodig. Dus, even kijken. Staf. Nou, welke staf hebben we nodig? Sowieso een schoonmaker. Dat is handig. Laten we eerst gewoon minimaal beginnen. Een monteur, want we hebben maar 2 attracties. 3, inmiddels met de lift. Dan hebben we ook nog, even kijken, een bewaker nodig. En een entertainer is op zich ook wel even genoodzaakt. En iemand voor de vendor. Sowieso 2 stuks, denk ik.
Misschien is dat al te veel. En dan even een koekje. Maakt uit, een koekje. Misschien moet ik het park ook wel duurder maken. Ik heb nog geen klachten gekregen van het is te duur of weet je wel. Maar gaan mensen 10 euro betalen? Ik ga het even vooruitspoelen, dan komen we er snel genoeg achter. Nou, dat gezin komt er al doorheen. Dat gezin ook. Kijk eens even, die cash komt erbij, dames en heren. Zo gaan we dit doen. Eén iemand weigert. Waarschijnlijk heeft hij geen zakgeld gekregen van zijn vader of zijn moeder. Dan snap ik het ook wel een beetje. Maar dit gaat goed. Kijk eens even, de gezinnetjes gaan gewoon naar binnen. Zonder problemen betalen ze gewoon de prijs. Wacht. Wat is dit? Wat hebben deze mensen te klagen? Time to leave. Oh, waarschijnlijk zijn ze al in het... Oh, ik ga niet zoveel betalen voor een standaard ticket. Het zou mooi zijn als ik deze eens even verwijder. Want dan krijgen we toch wel $5 voor. En die maken we dan €6 voor de theekopjes. Ik mis wel wat natuur. En ik denk dat dat wel een soort van rol gaat spelen in mijn park. Ik denk dat die bomen ook niet zo heel veel geld kosten. Dus waarom kunnen we dat nou niet plaatsen? Weet je wel, een beetje groen in het park kan vast geen kwaad voor die €21 per boom. Dat hebben we er wel voor over, denk ik. Ja, hier was ik bang voor. Ik sta dus in de min. En waardoor sta ik in de min? Ik denk dat parkmanagement is wel eigenlijk, dat kost gewoon het meest. En de winkeltjes kosten ook nog wel aardig wat. Dus ik kan wel van die winkeltjes kopen. Maar de kosten gaan natuurlijk ook gewoon omhoog. En dat is natuurlijk wel wat minder. Ik denk sowieso dat we nu gewoon eigenlijk gewoon de prijsjes een beetje omhoog moeten gooien. Deze mag wel wat minder. Want er moeten gewoon meer mensen naartoe komen. Kijk, hier staan mijn doelstellingen. Achieved a scenery rating of 110. Nou, die heb ik dus al gehaald. Maar mijn volgende opdracht is... Reach a monthly profit of 3000. En dat is nu nog maar 26. Dus dat komt lang niet in de buurt van 3000. Hoe kan ik dat omhoog gooien door gewoon lekker te gaan verdienen? Door lekker gewoon even te wachten. Gewoon even kijken wat de attracties gaan doen. En dan gewoon daarvan profiteren. Oh, het gaat wel een beetje achteruit nu. Oei. Kom op jongens. We moeten geld verdienen. Kom op. Ongelooflijk. Gooien ze maar al het afval neer. En dat, ik denk dat dat komt omdat ik gewoon te veel paden heb. En waarom halen we dit nou niet weg? Ik bedoel, je kan van dit pad kan je gelijk naar onder. Ja, die lift, dames en heren, dat is wel echt een aanwinst. Want het blijft gewoon lekker niet helemaal vol staan. Maar er zijn toch een hoop mensen die er toch wel ingaan. En daarom denk ik dat die attractie wel naar de €11 kan. Nou, als het goed is, komt er een schoonmaker heen. En die gaat dat allemaal fixen. Maar ik moet zeggen, ik vind het nog best wel moeilijk, zo'n park. En dan staat hij op easy. Misschien doe ik iets niet goed. Ik heb natuurlijk, ik speelde het eigenlijk nooit op deze manier. Deze maakt trouwens wel verlies, die Hyperspin. Dat vind ik jammer, want als zo'n attractie verlies draait, waarom verwijder ik hem dan niet? Dan heb ik gewoon lekker veel geld terug. En dan, die attracties kosten ook alleen maar geld, dus waarom ook niet? Hier komen sowieso heel weinig mensen naartoe, dat vind ik jammer. Zo, dat halen we ook allemaal weg. De paden halen we weg en daarom moeten we denk ik gewoon klein beginnen... En wat we verdienen, gewoon steeds langzaam uitbreiden. En niet te enthousiast worden, wat ik net wel deed. Maar, dames en heren, dit gaat wel lekker. Kijk maar, ik ga in één keer van in de min 99, ga ik naar toch de plus 1400. En natuurlijk zakt dat bedrag wel enorm. Het schommelt eigenlijk heel hard. En waarschijnlijk zal het daar ook in één keer naar beneden gaan. Maar toch is het heel fijn om gewoon op deze manier even alles in de gaten te houden. En inderdaad, het zakt nu wel heel erg naar beneden. En dat komt gewoon omdat ik gewoon... Ja, ik maak gewoon weinig winst. Parkmanagement is gewoon te veel. Kost gewoon te veel. Ik zeg jullie eerlijk. Mijn geld dat daalt alleen maar. En zo kan ik eigenlijk helemaal geen pretpark runnen. Ik denk ook dat ik het niet goed doe. En dit demotiveert mij heel erg om verder te gaan met de carrière-modus. Dus ik denk dat het ook blijft bij één video. Ik heb vroeger wel een beetje de carrière-modus gedaan en dat ging allemaal goed. Maar blijkbaar doe ik iets verkeerd. Ik weet niet precies wat, maar ik doe gewoon iets verkeerd. Waardoor het ook niet heel erg leuk is voor mij om te spelen. Geef mij maar gewoon de zandbaks-modus. Dat ik gewoon onbeperkt geld kan uitgeven aan attracties. Mensen kan amuseren. Dat is voor mij veel leuker dan de carrière-modus. Dat zeg ik je eerlijk. Nou ja, ik kan zeggen tot de volgende Planet Coaster aflevering. Maar of ik carrière-modus nog een keer ga doen, dat betwijfel ik. Doei doeg! Oké, nu wordt het pas leuk met dit bedrag. Lang leven cheatcodes. Dan maar zo. Jongen.